Weet mevrouw Marijnissen wat de miljoenennota, de koopkrachtmaatregelen en het energieplafond betekenen voor een gezin in de bijstand met twee kinderen? Mevrouw Marijnissen. Nou, ik zal u zeggen, meneer Paternotte, dat weet u ook helemaal niet. Want dat kunt u helemaal niet weten, want al die plaatjes die wij hebben gekregen, ik heb natuurlijk stukken bestudeerd afgelopen weekend die we hebben gekregen, zeker. Maar u weet net zo goed als ik, daar wordt gerekend met een cijfer van de inflatie, wat maar zeer de vraag is of dat realistisch is. Zeer waarschijnlijk niet. Dus u kunt nu, want u heeft dit natuurlijk voorbereid, dat antwoord geven, maar dat antwoord is niks waard voor mensen. De heer Paternotte. Ja. Voorzitter, we hebben inderdaad rekenmeesters die ons helpen om voorspellingen te maken. Die doen dat met de beste aannames. Inderdaad, die zeggen volgend jaar de inflatie 2,6%. Ja. Op basis daarvan berekenen ze door wat er allemaal gebeurt. En dat leidt er dan toe voor een gezin in de bijstand met twee kinderen gemiddeld, dat er volgend jaar 3000 euro bij komt, plus dat energieplafond. En dat zal afhangen van je gebruik, maar dat kan nog eens 1500 tot 2000 euro extra zijn. 5000 euro hulp, dat is niet niks. Dat is niet voor niks het grootste koopkrachtpakket wat we ooit op Prinsjesdag hebben meegemaakt. Dus daarom is toch even de vraag, prima als u zegt van misschien is de inflatie een procentje of een paar procent hoger. Maar mevrouw Marijnissen kan toch wel erkennen dat dat een best grote stap is. Mevrouw Marijnissen. Ja, het grootste koopkrachtpakket, maar we hebben ook te maken met de grootste stijging van de prijzen in de historie zo'n beetje. Dus dat valt tegen elkaar weg. En meneer Paternotte, vraag aan u. Weet u wat het percentage van de inflatie was waar vorig jaar mee werd gerekend? Ja, voorzitter, vorig jaar stonden er weliswaar 145.000 troepen bij de grens van Oekraïne en Wit-Rusland. In Rusland, maar wisten we niet dat die oorlog er zou komen. Dus ik denk dat dit een hele rare vraag is. We weten inmiddels dat die oorlog er natuurlijk wel is. De reden dat ik dit vraag, voorzitter, is dat het heel belangrijk is dat mensen wel snappen dat er hulp onderweg is. En dan mag u het niet voldoende vinden, dat vind ik prima. Dat lijkt me heel goed, daar gaat dit debat inderdaad over. Maar er zijn ook mensen die denken, energietoelage van 1300 euro aanvragen bij de gemeente. Ik weet niet of ik dat wel wil, want ja, waarschijnlijk is dat er helemaal niet. Ik hoor het wel. Of misschien is het wel zo dat ik dat dan straks weer moet gaan terugbetalen. Dat het een soort toeslag is. En mensen moeten wel weten dat ze daar recht op hebben. Want we moeten iedereen die dat nodig heeft ook echt kunnen bereiken. En daarom lijkt het me belangrijk dat wij als partijen die mensen ook willen helpen, daar ook, dat ook uitdragen en zorgen dat mensen dat weten. Mevrouw Marijnissen. Het eerste deel van het punt van de heer Paternotte over die inflatie. Ik meen dat het nog geen 2% was waar vorig jaar mee werd gerekend. En inderdaad, er is een oorlog bijgekomen. Daarvoor kwam er corona bij. En wie weet wat er volgend jaar weer bij komt. Dat weet ik niet. En dat weet u dus ook niet. Dat is het punt wat ik probeer te maken. Nu is het meer dan 11%. Dus al die berekeningen, voor zover ze al eigenlijk niet meer actueel zijn, omdat u zelf alweer met de nazending bent gekomen, omdat er onder stoom en kokend water toch nog wat bij moest in dat toch wel fantastische pakket, vindt u zelf. Maar het was toch niet goed genoeg, want er moest toch nog een prijsplafond voor de energie bij. Dus om die reden is het al niet meer actueel. Maar het is toch ook echt niet meer oké om te verschuilen achter zulk soort koopkrachtcijfers, waarvan keer op keer op keer blijkt dat ze niet kloppen. En ik vind het ook nog wel van wat lef getuigen om mij dan hier uit te dagen dat ik dan moet gaan uitdragen dat er regelingen zijn of zo. Dat punt begreep ik niet helemaal van de heer Paternotte. Terwijl u zelf veel te laat bent. Wij hebben hier maand op maand op maand, we hebben hier afgelopen zomer gestaan, we hebben hier met de voorjaarsnota gestaan, we hebben hier daarvoor gestaan. We hebben zoveel voorstellen gedaan om het minimumloon eerder te verhogen, om de huren te bevriezen. Kom per 1 juli, heeft u allemaal niet gedaan. We hebben erover gestemd, uw hand bleef omlaag. Dank u wel. Tot slot, de heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik heb het hier niet over koopkrachtcijfers. Hè. Ik wil gewoon alleen even vragen, is mevrouw Marijnis het met me eens? Dat in de plannen die er nu voor liggen, het minimumloon met 10% omhoog gaat. Mensen meer dan 400 euro meer zorgtoeslag krijgen. Dat er een energietoelage voor alle minima, onder 120% wettelijk sociaal minimum van 1300 euro, volgend jaar ook nog eens beschikbaar is. Dat de huurtoeslag omhoog gaat. En dat dit allemaal gebeurt. En dat het allemaal reële euro's zijn en optelt. In ieder geval in de plannen en de doorrekening die we kennen, tot bijna 5000 euro voor een gezin in de bijstand met twee kinderen. Mevrouw Marijnis. Nou, dat laatste weet u dus helemaal niet, dat zei ik net, want dat is super. En dan kunt u zuchten, meneer Paternotte, maar dat is wel de realiteit van heel veel mensen elke keer. Vorig jaar werd er ook beloofd, iedereen krijgt een plus. Kunt u het zich nog herinneren, debat? Iedereen een plus. Nou, we waren nog niet onderweg en die plus bleek helemaal geen plus te zijn. En het gaat om het hier en het nu. En het hier en het nu is 2022. En 2022 duurt voor heel veel mensen nog heel lang. Alles wat u het over heeft, is 2023. U heeft geen oog voor mensen die nu in de knel zitten. U heeft niet meegedacht wat u heel de tijd van ons vraagt, wat we volop hebben gedaan. Wat vanochtend de oppositie de maat werd genomen dat wij niet met voorstellen zouden zijn gekomen. We zijn met legio voorstellen gekomen. Het is allemaal terzijde geschoven. En nu zitten wij, ja niet wij, niet u of ik,
Maar mensen die de rekeningen niet kunnen betalen, die zijn de dupe daarvan. Dank. Want voor 2022 doet u nauwelijks wat. Heel kort, afrondend. Ja, voorzitter, dat is ook niet waar. 6 miljard dit jaar. De btw op energie, de energiebelasting omlaag, de brandstofaccijns en €1300. U noemde net de salaris van mensen in deze zaal. Misschien dat sommige mensen denken dat het een klein bedrag is. Dat is een ontzettend groot bedrag voor heel veel mensen die het lastig hebben. En heel veel mensen moeten dat nog steeds gaan aanvragen. Dus daarom doen alsof er niks gebeurt. Voorzitter, dat is echt niet eerlijk. Meneer Paternotte, ik vind het schaamteloos. Ja. Echt. De overheid krijgt miljarden extra binnen als gevolg van die hoge prijzen. Het geld komt met bakken binnen bij het ministerie van Financiën. En dan gaat u hier prediken dat het toch zo ontzettend goed is dat u iets heeft gedaan om de koopkracht van mensen te verzachten of te verlichten. Het is veel te weinig. En dat blijkt toch. Hoe kan het anders dat in een rijk land als Nederland meer dan 1 miljoen mensen in armoede leven, meneer Paternotte? Hoe kan dat dan?